Oktober, zo schreef de Amerikaanse schrijver Mark Twain ooit. Oktober is de meest gevaarlijke maand om te gaan beleggen in aandelen. De andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november. Nou, je ziet hem aankomen, de rest van het jaar dus. Was getekend Mark Twain. Een vooruitziende blik had hij wel, want hij leefde maar tot 1910. En sindsdien hebben we inderdaad, toegegeven, een paar hete oktobermaanden gehad. Bijvoorbeeld in 1929, natuurlijk de grote crash, de Black Monday op 28 oktober. Er was toen nog geen AIX, die was er wel op 19 oktober 1987, een nieuwe Black Monday. Die maand verloor de AIX maar liefst 27%. Ook in 2008 ging het mis, min 19% voor de AIX. Hard ging het dus onderuit. Wat moet je daar nou mee als belegger? Moet je dan wanhopen? Moet je verkopen? Ja, dat is wat lastig te zeggen, maar ik zou me eerlijk gezegd geen zorgen maken, want niet oktober, maar de maand september is de slechtste maand voor beleggen. Kijk mee naar de AIX. Want als je naar de gemiddelde rendementen per maand kijkt, dan daalt die in augustus de beursindex nog maar een beetje, maar in september dus met gemiddeld 1,8%. De grootste daling dus van het jaar, gemiddeld gesproken. Niet afgelopen september, want toen steeg de AIX met gewoon 4%. Kortom, gemiddeldes zijn inderdaad gemiddeldes. Oktober mag dan niet de slechtste beleggersmaand zijn. Het is wel de meest bewegelijke maand voor beleggers. Voor de AIX in ieder geval, want het verschil tussen het hoogste en het laagste punt in die maand, tussen piek en dal, is in oktober het grootst. Gemiddeld bijna 45%. Nou, wat moet je nou met al die wijsheid? Wat moet je met het beursgezegde ook van sell in May, remember to come back in september? Of moet het allemaal misschien oktober zijn? Genoeg om je druk over te maken, maar het klinkt wat mij betreft allemaal iets te veel als Klasinitzalk. Dus je moet het met een flinke korrel zout nemen. Want zelfs als je op het hoogste punt zou zijn ingestapt, kijk mee naar de grafiek. September moet ik zeggen, begin september 2000. Toen de AIX boven de 700 punten stond, toen ging het nog goed. Want ik heb het hier even op 100 gezet. Je dacht dat je daarna heel veel kwijt was. Maar zelfs dankzij dividend was je in 2007 alweer bijna boven Jan. En sinds 2015 helemaal boven Jan. En hoe? Want kijk maar eens even, bijna 40% winst. Eindgoed al goed dus, dankzij geduld. Want dat geduld heb je nodig bij beleggen. Maak je dus niet te veel zorgen over de maand oktober. Niet te veel in ieder geval, een klein beetje mag altijd. Want rendement komt niet zonder risico. Dat hoort nu eenmaal bij beleggen.